Ja, prima. Ik zit. Hij staat aan. Hij doet. Wat wil je nog meer? Oh. Hey, wat is Goetie? Het is je. Panda. Welkom op mijn kanaal, Steven. Tof dat jij kijkt naar een serie op mijn kanaal. Het heet Jongens over Meiden. En vandaag gaan we het hebben over wat jongens niet snappen aan meisjes. Want ja, weet je, de meeste jongens hebben heel veel vragen over meisjes. En ik zelf ook. En die gaan we vandaag even lekker beantwoorden. Oké, het allereerste wat ik echt niet snap aan meisjes is... Stel, ik wil een meisje een complimentje geven. Dus ik zeg... Wow, Stacy. Je haar zit vandaag zo leuk. En je bent echt zo knap. En je hebt zulke mooie kleren aan vandaag. Dat is echt gewoon heel leuk. En als zij dan zegt... Oké, dank je. Ja, nou, ik vind zelf niet. Ik vind zelf dat ik heel lelijk ben. En ja, snap je het? Ik snap echt niet hoe jullie niet een complimentje echt goed kunnen ontvangen. Kijk, soms als ik zeg... Oh, je bent echt knap. Oké, dank je. En dan zit ik daar van... Maar het was echt heel lief bedoeld. En jullie zeggen, ja, dat snap ik. En dan denk ik, maar waarom zeg je dan niet? Oh, ik was even, wat ben jij? Een lekker ding. Zoiets. Nou komt het, ik ga het even voorlezen op mijn dikke mobiel. Waarom het zo lang duurt voordat jullie klaar zijn met omkleden, make-up en alles. Oké, dus ik heb een zus en een zusje. En ze doen allebei zo lang over. Oké, dus stel, we gaan met open oma ergens heen, ja? En we hebben dan nog 5 minuten. Gaan ze 5 minuten van tevoren, gaan jullie je omkleden. En een uur nodig en dan zijn we gewoon een uur te laat en dan... Ja, maar ik moet mijn make-up nog doen. Zo irritant vind, dat is echt niet gezond. Waarom kunnen jullie nooit beslissen? Echt, dat gaat altijd zo. Als ik vroeger, ik heb maar 3 vriendinnetjes gehad, maar uit al die 3 vriendinnetjes gaat het zo. Hey. Zullen we zaterdag afspreken? Vraag ik dan. Zeggen ze, nou, zeg ik van, bij wie? Bij jou of bij mij? Ja, zeg jij maar. Dus doe ik van, nee, dit keer mag jij zeggen. En dan zeggen ze, nee, zeg jij maar. Ik zo, nee, zeg jij maar. En zo gaat het echt de hele tijd door, maar ook echt de hele tijd. En dan ben ik degene die zegt, yo, we gaan deze keer bij jou. Of bij het eten. Hé, wat zullen we eten? Ja, zeg jij maar. En heb ik dat gehad, is weet niet goed. Oké, wat ik ook echt niet snap is dat jullie soms zo boos kunnen zijn om een vriendin van je. En dan gaat het echt gewoon 3 weken door ofzo. Het is echt... Eén ruzie bij jongens is meestal, oh, ik sla hem op zijn bek en het is over. En bij jullie is het echt gewoon... Oké, ik mag er niet. Ik ga niet meer met haar praten. En die ander denkt ook, ik mag er niet. En ik ga niet meer... En ik ga niet meer met haar praten. Want soms gaat het alleen omdat ze elkaar niet hebben opgehaald. Want ze zijn iets vergeten. Echt waar, dat heb ik gewoon een keer meegemaakt. Jongens die zijn denk ik veel makkelijker daarin. Die slaan elkaar 1 keer op de bek en het is goed. En bij mij gaat het echt gewoon... Oké, ik praat niet met jou en jij praat niet met mij. En ik heb een oplossing gewoon gevonden. Je moet elkaar gewoon ook op de berg slaan. Heb jij iets wat je niet aan jongens snapt? Laat het even achter in de reacties. Dat zou echt super tof zijn. En kunnen we vandaag de 1000 likes halen? En dan zie ik jullie sowieso volgende week woensdag weer met de nieuwe Jongens over Meisjes. En zondag dat ik mij de dingen ga proberen. En dat klinkt heel raar, maar het is best wel simpel eigenlijk. Ik ga dus producten van meisjes proberen, maar dan in de ogen van de jongen. Zorg dus ook zeker voor dat je die video kijkt. Ik kan hier beneden. En zorg dan ook zeker voor dat je abonneert. En vergeet ook zeker niet op een belletje te drukken, want dan ben je altijd up-to-date voor de nieuwste video's.